Goedemorgen allemaal. Vandaag gaan we naar het Home Computer Museum. Naar de Retro LAN Party. Ik heb mijn computer mee. Zal ik ook even een screenshot hier in beeld zo meteen geven. En de specs erbij. En dan gaan we spelletjes spelen zoals Quake, Unreal Tournament, Quake 2, Quake 3. En eigenlijk alle oude spellen. Toen ik 16, 17 was, nou dat was 1998. Nou, dat was natuurlijk de opkomst van de computergames, online computergames moet ik zeggen, multiplayer, deathmatch, team deathmatch, tournament, dus zeg maar 1 tegen 1 duel. Ja, die tijd heb ik allemaal meegemaakt, dus tot en met 2004 ben ik ook naar allemaal LAN-parties geweest. En het is leuk, nu ben ik 34, om dan nu nog een keer zo'n retro nu hè, ik voel me al zo oud, een LAN-party mee te maken. Dus ik ga vandaag vloggen daar. En ook even kijken hoe het museum eruit ziet en dan ook lekker gamen. Tot later! Zo, we zijn gearriveerd op de parkeerplaats in ieder geval, van het Home Computer Museum. De computer is mee, tenminste dat is het scherm. Daar is de computer. Hier zijn we dan, het Home Computer Museum. Laten we even gewoon naar binnen gaan. We willen even kijken buiten wat hier staat trouwens. Mooi oud computerspul. We gaan eens even gauw naar binnen. We zijn binnen. Mijn computer staat hier klaar, maar we hebben nog veel meer te zien hier vandaag. Ik heb net Bart gezien, ga ik zo nog even de hand schudden. Bart is de baas van het museum. En moet eens kijken, dit ziet er toch geweldig uit. Wauw. Wat zie ik daar? Oh. Commodore 64. Oeh, check mijn shirt. Yeah. Nou, we zijn duidelijk aan het goede adres. Even naar Bart, bij Bart gaan kijken. Jullie zijn heel druk met opzetten of niet, jongens? Ja. Ja? Ja. Goedemorgen, Bart. Hey, waar gaan wij straks gamen? Nou, loop me even mee. Ja, oké. Okay. Ik loop mee. Morgen. Dus je hebt hulp ingeroepen van deze jongens? Dat zijn onze medewerkers hier. Kijk, geweldig. Zo groot is het inmiddels wel. Zo, hé. Kijk hoe gaaf. Mooie oude computers. Dan heb ik nog wat te vertellen op school, op de Renijssel, hè? Ja. Kijk, en hier gaat het gebeuren. Hier gaat het gebeuren. Ja, gaaf. Dus ik ben de eerste, denk ik. Jij bent vandaag de eerste, ja. Kijk, een medevlogger, Victor Bart. Goedemorgen. Hallo. Ja, ik ben ook aan het vloggen voor, namens Renijssel eigenlijk. Maar ik vind het wel leuk om jou even de hand te schudden. Goedemorgen, Victor. Goedemiddag. Hey, fijn jou te zien. Ja. Ik heb wel heel vaak genoten van jouw vlogs. En ik zal even een link plaatsen natuurlijk bij de video. Top. En dan gaan we even kijken. Vandaag LAN Party, Pinkster LAN Party. Oké, in het Home Computer Museum. En dan gaan we vandaag Quake Unreal Tournament. Niet for Speed. Niet for Speed, ja, die Porsche Lease. Die zou ik wel heel graag met jou willen proberen. How was your experience in Quake 1? First time playing and I suck real bad. But it's totally done. Oh yeah! 3DFX. Ik heb gewoon aangezet, geloof ik. Woo! Quake 3 Arena.
Let's rock. Okay, we now have Quake 3 running. Nice. How many times did you play this game? This is the second time of all. Second time. And you I instantly committed suicide. And you instantly died. Come here. There you go. He's cheating! Cheater! Jezus man, ga dood! Dat is heel te lang. Oh nee! Nee, kut! Ik lig op mijn dak! Ja. Reset! Gas power! Nee, want ik rij alweer. Breek. Gas. Ja, dit stuk kan niet meer plankgas hoor. Power! You place first. Congratulations. Happy dance. Yeah. You deserve it. Zo, nog wat game uurtjes vanmiddag. Unreal Tournament, Quake 1, Quake 2, Quake 3. We gaan even een kijkje nemen in het computermuseum. We hebben echt heel veel oude computers. Oude Macs. We maken even een klein rondje. Oude desktoptorens. Zo zagen de computers er vroeger uit. Hier even naar binnen kijken. Ja. En wat zou dit voor aansluiting zijn? Raad maar eens. Dat is voor de ICT-beheerders bij ons op school. En verder, wat hebben we nog meer? Weer een Commodore 64. Yes. Daar staat hij. Commodore. En lopen we even deze kant op. Hier, dit is Windows 3.1. 3.11. Ja. En dit is een mooie DOS-demo. Ook een mooie computer. En wie kent dit spel niet, hè? Wolfenstein 3D. Wahahaha. Hier is nog een oude hoek. Moest kijken wat een kleuren vroeger. Een mooie joysticks. Tegenwoordig heb je op een gamepad 12 knoppen, misschien wel meer. Dan moet je kijken, hier had je één knop en één joystick. Maar goed, dan waren de spellen natuurlijk ook veel simpeler. Even hier kijken. Ja. Oeh, nog meer. Een Sony computer. Dan van de spelletje wat erop draait. En vroeger hadden ze niet meer dan 4 kleuren weliswaar op het scherm. De CGA-modus. En dat vinden jullie hier. Een mooie, originele IBM-computer. Geweldig. Met zelfs een ouderwets telefoon erbij. Nou, iedereen kent van jullie de Xbox, de nieuwste. En de PlayStation 4. Maar check dit. Hier hebben zij gewoon ook een hele ruimte vol oude gameconsoles. Hier de Nintendo. Nintendo 64. En dit is een hele oude. De Atari 2600 heb ik ook nog gehad. Deze ken ik niet. Ook een oude Nintendo. Een oude Super Nintendo. Oeps. Hier nog een echte arcadekast. Wauw. Vet. Hey, en een CD-speler. Deze heb ik gehad.
super gaaf. Een Sega Master System. Oeh, hier gaan we nog even plezier beleven. Nou, ik kom net van het retro, nee, niet het retro, het Home Computer Museum vandaan. En het was wel retro, want het was de Retro LAN Party. En zoals jullie gezien hebben, het was super gaaf. We hebben van alle spellen gedaan en ik heb ook rondgekeken in het museum. De chef, of eigenlijk de directeur Bart, doet echt hard zijn best om het museum nog meer van de grond te krijgen. Dus kijk ook even naar de link hier beneden. En bezoek even de site van hun en bekijk even waar het is en wat ze te bieden hebben. Echt ontzettend mooi om de geschiedenis van de computers van, ja, laten we zeggen, 1960 tot en met nu mee te maken en te zien. Ze hebben ook dingen te doen. Ja, het was geweldig. Het is ook een mooi voorbeeld van hoe de computer eigenlijk is tot stand gekomen. Ik heb ook een t-shirt gekregen. Home Computer Museum. Daar staat hij. En ja, echt een aanrader. Het was echt een goede tijd vanmiddag. En ik zou aanraden om iedereen daar even te gaan kijken.